vind de max dat er zelfs in de 17e eeuw al zo'n groot schilderij is gemaakt van een vrouw die op een gitaar speelt. Want zelfs nu, eigenlijk in deze tijd, mis ik soms wel een soort van boegbeeld binnen de poprock. Ik ben Helena Mayorga Paredes, ik ben 26 jaar en ik ben een gitariste uit Gent. Ze kijkt zo ver in het ijle, in de verte. Ik weet niet, is ze aan het genieten? De manier van verdwaasd wegkijken is ook een expressie van helemaal in uw element zitten tijdens het spelen. Ja. Of ze is misschien keihard aan het poseren. Dat kan ook. Wat ik interessant vind en waar ik mezelf heel hard in herken, is een beetje de slordigheid van de snaren aan de kop van boven. Die gaan zo een beetje overal naartoe. In een standaard tuning zie ik dat ze een D-akkoord vast heeft, een paar fretten hoger. De pink ook een beetje verder van de nek, dat mag soms ook wat dichter, maar het is zeker correct, denk ik. Ja. Ik vind het zeer speels op een manier. Misschien weerspiegelt dat ook hoe dat haar muziek klinkt. Dan denk ik dat het eerder een heel vrolijk, opgewekt werk zou zijn.